Hallo Spencer, Berik van Spank Gameplay. Dit is de fantastische Pokémon Fire Red playthrough, deel 11 geloof ik. Ja, we gaan verder. Ik heb gehoord van mensen dat ik naar links moest. Ik had eigenlijk geen idee waar ik heen moest. En toen zei iemand, ga naar links. En toen had ik iets van, ja, dat is geniaal. We gaan fucking hard naar links. Dus ja, dat doen we nu, zo'n beetje. Neem aan dat je dit meisje gewoon kan ontwijken. Of, we moeten langs oude man. Of ontwijken ze allebei. Oh. Kut, dat werkt dus even niet. What's a cute round and fluffy Pokémon? Nou, dat maakt me helemaal niet zoveel uit hoe jouw Pokémons rondig zijn. En schattig en oh, ze hebben twee Pokémons. Je gaat eraan, slet. Oh, ze komen wel dichtbij Basbak's level. Misschien gaat Basbak deze aflevering een Blastoise worden, zo te zien. Nee, ik wil je niet volgen. Oh joh, we zijn met twee Pokémons. Ik weet niet waar mijn Basbak zich anders op moet focussen. Oh nee, ik ben verliefd. Kut. Nee, kut. Poep. Ah, double slap mist. Dat is jammer, hè. Tackle dan. Nee, dat is niet waar. Doe tackle. Kut! Nee. Er staat toch dubbel slap? Hoe kun je dan vier keer slappen? Dat is een penta slap? The fuck? Dubbel slap is twee keer slaan. Het zit zelfs in de naam. Hoe kun je dan vijf keer slaan? Dan is het een vijf-ubbel slap. Maar, of een penta slap, maar dan moest het ook een D-slap zijn. Een mono slap, D-slap. Tri-slap. Dit klinkt heel geniaal. Ik ga gewoon van Pokémon wisselen, want dit duurt me allemaal te lang hoor. Of gaan we tackelen nu? Ja, mooi. Ik dacht, ik deed me even tackelen, dan sparen we onze goede aanvallen voor later. Oké, oh, je hebt nog een Pokémon. Ik hoop niet dat ik nu ook verliefd ben op deze Clefairy, want het is een andere Clefairy, dus dat klinkt niet logisch, hè? Bite. Deze moet even snel dood. Nee, oh, wordt maar minimized. Dat mag wel. Ik snap echt sowieso nooit dat mensen dit soort aanvallen doen. Ik denk niet dat als kinderen of mensen Pokémon spelen doen ze dat soort aanvallen, geloof ik echt nooit. Het is ook niet logisch, dus ja. Ik ga beloven nu dat als ik Pokémon Fire Red af heb, gaan we Pokémon Colosseum spelen. Dus ja, dat gaat gewoon gebeuren. En iedere 10 afleveringen dan ga ik kijken of er nog een andere bekende Let's Player is die ook iets met Nintendo doet. Of die misschien nog in mijn aflevering wil. Sowieso dat Jiskis nog een keer terugkomt. Ik zei ze van, ja, 20e aflevering of 10e aflevering, dan voer ik je gewoon, dan bind ik je vast. En dan een dingetje commentaar te geven. Dan zei ze van, oké. Dus ja, dat is, kijk, hier vind ik mijn Raikou. Raikou, nee, dat niet. Niet. Ik vind hem juist hier niet, hij zat hier. Als je hem een keer tegen bent gekomen, dan namelijk op de world map waar die is. En wat je dan moet doen is naar die plek toe, zonder fly, kut en dat soort dingen. Dus ik kwam hier en zei van, oké, ga niet Raikou vangen, zonder dat boompje ervoor. En op het moment dat je dan cut doet, dan hoort hij die schreeuw van die Pokémon en dan rent hij weg. En zo vang je hem in principe. Je moet hem één keer tegenkomen. En daarna moet je gewoon zonder fly en dat soort dingen, moet je hem even vinden. Ja. Maar je moet hem eerst met luck tegenkomen. Ja, dat is aardig pittig. Maar het is te doen. Ja, kom maar, je minimak, joh. Ik vind dat waterkunde wel aardig moet werken, maar dat maakt niet uit. Ik vind dat, ja, het zou gewoon dood moeten gaan. Hij is een vies slijm ding. Trouwens, ik zeg altijd dat Ekans achter zijn voren Snake is, maar je moet ook maar eens kijken wat Muk achter zijn voren is. Dan begrijp je ook hoe het met Muk zit. En deze grap hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Net zoals dat ik mijn Pikachu Flashlight had genoemd en niemand begreep het. Het enige wat ik had was een paar comments. Je schrijft Flashlight verkeerd, het is met een A. Nou, geloof me, dat is het niet. Ik zou dat niet gaan opzoeken als ik jou was. Wat de fuck, Muk? Ik raad je niet aan op te zoeken, maar het is een kleine hint, soort van. Niet ik, nee, laat maar. Gewoon niet opzoeken. Laten we het daarbij houden voor vandaag. Hoi. Nog één leveltje, nog één. Zullen we gaan bijten? Ik bedoel, hij is slime, dus het is helemaal logisch dat we dan goed dat bijten aan hoog hit, maar toch gaat het dat doen. Zie je? Told you. Harden, nee. Nee man, dat doet er niemand. We gaan dan weer Harden doen in een Pokémon gevecht. Serieus. Hij is crazy. Crazy Muk. Maar om de 10 afleveringen wil ik dus eigenlijk nog eens op een gastrol erin. Van een ook bekende Let's Play. De laatste tijd krijg ik wel best wel veel subs. Ik zit nu op de... Dit is wel leuk om te doen. Dit is een dubbel gevecht. Alleen, ja. Zullen we het gewoon doen? Neem aan dat dit een dubbel gevecht is. Ja, Twin Power. Dit is ons eerste dubbel gevecht. Dus daarom dacht ik, we doen het maar eventjes wel. Het handige aan een dubbel gevecht is, dus je gaat met je twee sterkte Pokémon's. Meteen op één van hen. Één van hun Pokémon's. In dit geval wel hun trouwens. Kijk, en dan kill je die meteen. Ik vind Jigglypuff is hier wat irritant, dus hoezo, Jigglypuff. En jij doet Fury Swipe op Jigglypuff. En dan gaat Jigglypuff sowieso in één keer dood, hoop ik. Nee. Unox. Nee. Goed zo, gewoon doorgaan.
Nice. Kijk, en nou kom de afmaker, Badspak, hoppa, is je Jigglypuff meteen weg. Dus ik raad ook aan om gewoon op één Pokémon te gaan focussen in zo'n dubbel gevecht. Ach, die Minimize, wat een noob. Gelukkig is zo Jigglypuff weg, want Unox was er verliefd op, dus dat had irritant kunnen wezen. Ja, dan blijft er niet altijd veel keuze over. De Fairy gaat er ook aan. Wat? Unox? Nee! Ah, volgende beurt ga ik de Fairy eraan, dus dat maakt niet uit. Oeh, dat was close. Het handige is normaal als je Surf hebt, dan hit je allebei die gasten. Dus eigenlijk moet je twee water Pokémon allebei met Surf hebben en dan sloop je ze totaal. What the fuck, Unox? Wat doe je nou? Faal! Oké, doe ik de Fairy. Baag. Baag. Dat is niet eens een woord. Kut, dat zag ik niet aankomen. School is leuk, net als mijn Pokémon's ook. Yeah. We gaan dus nu zo meteen naar de stadje met de vierde gym. Dat is een gras Pokémon gym. Dus ik heb nog niet echt een aanpak verzonnen. Ik denk dat we, dus je kan daar een Growlithe vangen daar in de buurt. In de bosjes, zeg maar. Ja, ik denk dat we een Growlithe gaan vangen, dat we die gewoon gaan trainen. Gewoon even offscreen een beetje. En dan vangen we die offscreen en dan gaan we die een beetje trainen en dan doen we de gras gym, burnen we alles helemaal kapot. Ik wil trouwens, ik had even met Kees gepraat over hoe hij zijn Pokémon's nou meestal noemt. Hij zegt, ik laat mensen die dus mijn video's kijken, laat ik gewoon reageren van noem je Pokémon zo en dan doe ik dat. Dus ik dacht, nou dan doen we dat ook. Dus voortaan laat je een comment achter, noem hem, ... en dan doen we dat gewoon. Oh, dat hebben ze best wel geskilled. Wil je boven? Ja, doen we eventjes. Oh kut, nee, dan moeten we langs die vent, hè. Nou, laat dan maar, dat komt een andere keer wel weer. We gaan nu eventjes naar Cerulean zeker. Wat? Hij heeft dorst. Oh, oké, dan gaan we wel boven langs dan maar, hè. Oké, scientist. Oh, we zijn al langs. Mooi. Oh, misschien is het... Brock had twee mannetjes en dan moest je met allebei praten of zoiets. Misschien is dit hem wel. Nee, het was gewoon een Pokémon gevecht. Wat is je scheikunde cijfer? Dat is een hele goede vraag. Ik sta aan 8 voor scheikunde. Dat is eigenlijk het enige vak waarvoor ik in 8 sta, dus ja. Bedankt dat je het vraagt. Ik vind het leuk dat je interesse hebt in mijn scheikunde cijfer. En ja, ik sta ook aan 8 voor natuurkunde, maar dat maakt niet uit. Want je vroeg mijn scheikunde cijfer, dus ik moet nu niet andere cijfers op gaan noemen. Ik kan ook opnoemen dat ik een 5 sta voor Duits, maar dat is totaal niet belangrijk, dus ik zeg het alsnog. Ah, we gaan evolueren zometeen. Ovulatie, Eren. Denk ik, ja. Kom maar op. Ik vind dat chill, die waterpokémon. Waterpokémon is elektriciteitspokémon. Want grappig is, water is super effectief voor elektriciteit en andersom, toch? Of niet? Of is water gewoon normaal? Nee, het was super effectief. Nee, niet eens. Dus stroom is wel super effectief op water, maar niet andersom. Dat staat echt nergens op. Maar dit spel staat wel vaker nergens op. Dus ik ben wel wat gewend van Pokémon, weet je wel. Oh man, boeit mij een paar niet super effectief is. Oeh! We gaan deze, na dit gevecht gaan we levelen hoor, spannend. En we gaan zo een Growlithe vangen, want dat is handig. Ik ben benieuwd hoeveel delen deze planet uiteindelijk nodig gaat hebben. Nee, ik doe ook een paar kleine dingetjes offscreen, maar zoveel mogelijk niet. Maar bijvoorbeeld zoals Gigkiss, die verslaat iedere Pokémon meester die tegenkomt. En ik probeer zoveel mogelijk langs te lopen. Ik bedoel, de levels heb ik nou niet echt heel hard nodig ofzo. Ik ga niet zo meteen alles falen, maar ik niet genoeg trainers tegenkom. Voor de mensen die trouwens aan het begin afvragen, Rick, waarom ging je die dingen doen in het stadje waar je was? Nou, dat kan nog niet, want op een gegeven moment als je boven in de toren bent, dan loop je dus eerst de hele toren door, langs heel veel wilde Pokémon, irritant. Kom je boven, is het zo van, ja, je hebt een bepaald iets nodig om een spook te zien. En ja, dat ding moet je dus eerst halen, dan nog iets scope. Oh ja, Sift scope. En die haal je hier in dit stadje, waar we nu heen gaan, waar ik even de naam van kwijt ben. Ja! Dam. Ik zit totaal niet in de ritme. Yay, Blastoise! Blastoise, fuck yeah! We hebben een Blastoise. Yeah. Blastoise. Estauza. Heb jij nog wat te melden? Oh ja, Celadon City, had ik niet verwacht. Maar dat maakt niet uit, ik zei net wat anders, die is net Cerulean zeker. Ik loer ook maar wat man. We hebben ook een fiets trouwens, maar die hebben we nog helemaal niet gebruikt. Maar dat doen we niet, dat is niet cool genoeg. Ik ga denken, oh god, nee. Hij vroeg of ik Sticky Keys wil aanzetten, nou het antwoord is nee. Dat is even mooi. Oude man, heb jij nou wat te melden? Nou, daar zit een beetje uit als een man die ergens onderbroek rondloopt.
Oké, okay, nou, we gaan eens een Growlithe vangen hier, denk ik. Ik geloof dat hier Growlithe zit. Ik weet het 80% zeker. Miauw. Nee, die willen we even niet. Oh ja, dit is ook de Fairy Zone, geloof ik. Daar kunnen we surf halen. En dat is wel handig, want dat is dan meteen Basbak's beste wateraanval. Op dit moment heeft hij nou niet echt goede wateraanval, heb ik het idee. Pidgey, yay. Het is wel handig om deze Pidgey te vangen. Heb je wel meteen een Pidgeot en een Pidgeotto, denk ik. Maar we vangen hem niet. Ik wil hem niet. Ik wil jou niet, vies peuk. Jakkie, ik wou van jou. We kunnen ons ook door de gym heen cheaten. Door gewoon allemaal masterballs te spannen. En die te gooien naar de tegenstanders Pokémon met de cheat aan van... Je kan tegenstanders Pokémon spannen. Maar nee, we gaan het spel helemaal eerlijk spelen. Ik heb dat soort cheats wel, alleen... we gaan het even niet doen. Dat vind ik gewoon even niet leuk. Alhoewel het wel grappig is. Alleen het probleem is, ik krijg dan een bad egg. Die kun je niet uit je inventory wegdoen. Dus dan heb ik gewoon inventory space minder. Oh nee, want ik heb nu mijn inventory vol. Dan gaat hij naar mijn ding. Maar als je zo'n bad egg uitbroeit, dan is je hele spel kapot. Echt helemaal. Ik zou toch zweren dat hier een Growlithe zat. Maar hij weet niet echt mee. Dit is wel het punt waarop een Charmander echt een handig Pokémon begint te worden. Kom op. Wel hoog level Pidgeys. Maar nee, dank je. Misschien is we er zo... Ik wil gewoon een level 20 Growlithe. Dan kom je wel aardig ver met die gym, denk ik. Kom op. Laten we meteen even evolueren met zo'n vuursteen. Oké, nog twee keer. En anders word ik echt boos. Heel boos. God de wees safely. Ja, Growlithe. Ik kies jou. Ik ben bang dat we Growlithe doden. Dus ik pak even een andere Pokémon. Pak even Diglett. Nou, Unox, nee. Ik kan ook gewoon iets wat op zijn level doen. Ik pak gewoon knakworst erbij. Dat is leuk, dat is leuk. Kijk, is vuur super effectief op ground? Dat klinkt niet echt logisch, dus... Wat doet dat? What the fuck is dat? Geurgat of zoiets. Oké, cool. Dan heb je shit. Scratch. Oh, ga lekker... Nee. Oh, andere Pokémon. Kut. Sorry. Godverdomme. Oké, wordt dus wel tackled de volgende keer. Nou ben ik dus boos. Ik vind het niet zo leuk van die Growlithe. Ik heb één greepbal, dus dan gooi je... Nee, ik heb die greepbal gebruikt op die Electrode, geloof ik. Die soeste daar die Electrode, de vorige aflevering met Steendroog / Geert Kiss. Heb ik hem gebruikt. Om de emo Electrode te vangen. Echt, ik vind die Growlithe echt een troll. Irritant mannetje. Maar ik wil hem wel, zolang hij Ember kan. Ik neem aan dat hij wel Ember kan. Het is een vuur-Pokémon. Echt waar, dat hoort hier helemaal vol te zitten met Growlithe. Men doet dit niet. Dat is niet de bedoeling. Ik zal meteen even meteen mijn Pikachu laten evolueren in een Growlithe, wou ik zeggen, in een Raichu. Met een Thunderstone. En ik Growlithe meteen in een, hoe heet die dan ook weer? Geen idee. Ik weet al, één iemand had al een suggestie gegeven hoe ik een Pokémon moet noemen. Dus die gaan we deze video maar gebruiken. Die zei, noem hem Moustache. Ik weet dat Moustache was flink verkeerd gespeld. Dus ik weet niet wat de bedoeling was, maar we gaan het gewoon... Volgens de spelling die mij gegeven is, gaan we zijn naam spellen. En ja, we moeten hem wel eens zien te vangen. Kom op! Ik moet even weten welk level een Meowth evolueert in een Persian. Want ik zou wel graag een Persian willen. Zien er wel cool uit. Wee, we glijden de bosjes. Pak jouw Pidgey. Niet jouw Pidgey, van als je dit kijkt, maar gewoon Pidgey in het algemeen. Fuck jou. Echt, ga poepen ofzo. Wee. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het is een fucking Pidgey die je aan de hemel ziet. Het schiet niet echt op dit. Misschien zit Growlithe wel alleen onder zijn grasje. Dat staat helemaal nergens op, maar we gaan gewoon even daar lopen. Fuck jou, miauw. Fuck jou, fuck jou. Fuck you, very much. Ik weet niet, is de bedoeling dat Growlithe zo kut te vangen is, of is het gewoon dat ik getrold word door dit spel? No. Fuck my life. Oké, dit is een Growlithe. Een Oddish, the fuck? Nou, weten we dat ook weer? Je kan hier ook een Oddish vangen. Nou, fantastisch zeg. Mijn dag kan echt niet meer stuk. Kom op, Growlithe, Growlithe. Maak me Pidgey! The fuck? The fuck?
Nou, heb ik die kruid gezien, dan wil ik hem ook hoor. Ja, ik zie dat het al 15 minuten is, maar we gaan nog even gauw door, want we gaan een krauluit vangen. We gaan door tot het bittere einde, tot de bittere krauluit. Hij zal gevangen worden en gedomineerd worden door Pokémonmeester Rick. Dat ben ik trouwens, voor het geval je dat niet begreep. Houd je bek. Nee! Nog een Pidgey! Zo, lekker wegrennen. Yay! Growlite, Growlite. Fuck jou, Pidgey! Is het nou zo moeilijk om gewoon even een Pokémon te geven aan mij? Jemig. Jemig, pijmig. Ja, ik heb hier gewoon geen woorden voor. Dit is gewoon kut. Het is gewoon kut. Het is gewoon poep. Het is gewoon niet leuk. Het is gewoon niet leuk. Oké. Jee. Fuck jou. Echt. Waarom zitten er sowieso zoveel Pokémon in het gras? Het is maar een beetje hoog gras. En dan opeens zitten er allemaal 100.000 Pokémon in. Het lijkt niet eens echt op hoog gras. Het lijkt niet eens op wat het is. En ja, de video is nu al 16,5 minuut bezig en we zijn één Growlithe tegengekomen en die gaan we fucking vangen. Het is echt de meest nutteloze aflevering ooit. Maar dat maakt niet uit. Want ja, dit is wat het is. Dus het maakt niet uit of het nutteloos is, want het is het toch steeds. Kut. Ik heb waarschijnlijk iets overgeslagen, maar ik vond mijn versie van het liedje fantastisch. Geef toe, mijn versie was episch. Zo, even in de bosjes. Fucking Pidgey! The fuck! Zometeen ben ik echt boos als hij wegrent bij Batspak. Hij heeft 4 moves en als hij van die 4 moves de move kiest waarvan ik niet wil dat hij hem doet, dan ga ik hem doodmaken. Ik ga gewoon even een Meowth doodmaken. Het is gewoon dezelfde Meowth. Dus deze gaat gewoon dood nu. Ik zie hem niet meer terug. Doei! Fuck jou, Meowth. Echt, fuck jou. Wow, zoveel XP erbij. Echt gewoon totaal 10 levels omhoog. Growlite, Growlite. Fuck jou, Pidgey. Oké, deze Pidgey maken we ook dood. Nou worden we boos. Pidgey sterf. Goed zo. Brave Pidgey. Zo, dat zou je leren. Nou, een Growlite. De geheime Growlite dans. Dat weet ik wel bij de Unox. Kijk eens aan. De geheime Growlite dans. Als ik het niet dacht. Deze is wel heel laag. Dus ik ben dubbel zijn level. Maar we gaan het proberen met een tackle. Verbozen ze het niet lukt. Als hij dood gaat tenminste. Oh, nice. Oké, rustig. Rick, focus. Ik denk dat we gaan moeten vangen. Anders ja, dan rent hij weg. Ik geef de kans niet al te groot. Maar de kans is er dat we hem gaan vangen. Wat, wil je zeggen dat ik geen Pokéball meer heb? Oh. Dat is kut. Nou, in dat geval hebben we heel hard gefaald deze aflevering. Ja. We hebben heel hard gefaald zelf. Nou, dan moeten we deze Growlithe afmaken. Zie ik je bij de volgende aflevering. Dan zal ik in de tussentijd me wel even een Growlithe vangen. Want ja, dit was wel heel kansloos. Zijn we eerst 10 minuten bezig met een Growlithe zoeken. Hebben we geen Pokéballs met ons mee. Nou, we gaan eens even naar Pokémon Center. Misschien nog Gary tegenkomen. Zo, je weet het nooit. Hey, Team Rocket. Hallo. Ah, man. Niet huilen. Oké, nou, volgende aflevering gaan we wel een Growlithe vangen. Ik begin wel gewoon de aflevering dat we met Growlithe aan het vechten zijn. Dat is een mooi idee. Een goed idee. Pakkend ook. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik ga de aflevering proberen te stoppen precies op de 20 seconden. Bedankt voor het kijken en... Doei!